Na de Eerste Wereldoorlog was het allerminst rustig in Duitsland. Er vonden opstanden plaats en staatsgrepen en een groep of groepen die daarbij betrokken waren werden de Vrijkorpsen genoemd. Dit waren paramilitaire eenheden, soldaten die van het front afkwamen en hun wapens behielden. Wie waren zij? Wat wilden ze? Waar vochten ze? Dat ga je leren in deze video over de Vrijkorpsen van de Weimarrepubliek. Om de oorsprong van de Vrijkorpsen te bespreken, moeten we terug naar de lente van 1918. Toen was de Eerste Wereldoorlog nog gaande. De Britse legers, de Franse legers en de Duitse legers waren uitgeput. Maar de Amerikanen hadden de zijde van de geallieerden gekozen. En er kwamen verse Amerikaanse troepen naar Europa toe. Duitsland kon niet langer wachten. Het was nu of nooit. En in maart 1918 lanceerden ze het lenteoffensief. Een wanhoopsoffensief waarmee ze probeerden de oorlog te winnen. Ze maakten hierbij gebruik van goed getrainde stormtroepen die de linies van de vijand infiltreerden. Aanvankelijk had dit offensief enorm veel succes. De Duitsers rukten op en even dacht men dat de Duitsers de oorlog gingen winnen. Maar de Duitsers waren uitgeput. Hun aanvoerlijnen werden te lang. Ze kampten met bevoorradingstekorten. Het offensief liep vast. En op 8 augustus 1918 sprak de Duitse generaal Ludendorff naar aanleiding van de slag bij Amiens over de zwarte dag van het Duitse leger. Hij wist dat de oorlog verloren was. Duitsland kon de Eerste Wereldoorlog niet meer winnen. De ellende aan het thuisfront door de geallieerde blokkade leidde tot een revolutie eind oktober die werd uitgelokt door Duitse matrozen in Kiel. De matrozen sloegen aan het muiten. Op 9 november riep de sociaaldemocraat Philipp Scheidemann de Duitse Republiek uit met een voorlopige regering. De Duitse keizer Wilhelm II trad af en ging in ballingschap in Nederland. Maar de chaos was nog niet voorbij. Linkse sympathisanten zwaaiden met rode vlaggen, ze namen kazernes over en er vond geweld plaats. En dan waren er ook nieuw ontstane landen, zoals Polen en Tsjechoslowakije, die gebied van het oude Duitse keizerrijk opeisten. Duitse legerleiders waren conservatief en nationalistisch en wilden Duitsland behouden. Half december kwam de Duitse generaal George Marker met het idee van vrijkorpsen. Hij recruteerde mannen uit zijn eigen divisie. In de loop van de maand ondernamen andere Duitse generaals hetzelfde initiatief rond Berlijn waar verschillende vrijkorpsen werden opgericht. Maar waar kwam dat woord vrijkorps vandaan? De historicus Robert Gerhard schreef erover het volgende. Een naam die werd bedacht tijdens de anti-Napoleontische bevrijdingsoorlogen 1813-1815 toen Duitse vrijwilligers, aangespoord door de militaire vernedering van Pruisen door de Fransen, een belangrijke bijdrage leverden aan de uiteindelijke nederlaag van Napoleon. De wapens die het Vrijkorps gebruikte waren de wapens van Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het meest werd het Mausergeweer 98 gebruigd. Verder maakten ze gebruik van het Lugerpistool, de Mauser C96, de MP18, carabine 98A, die overigens niet verward moet worden met zijn opvolger uit 1930, de carabine 98K. Ze hadden steelgranaten en zware machinegeweren, vlammenwerpers en panzerwagens. Sommigen maakten gebruik van tanks. Omdat het Vrijkorps voorkwam uit het Duitse leger, droegen ze Duitse naoorlogse uniformen. De meesten droegen de M16 tuniek met puttees of kaplaarzen en de M16 staalhelm. Ik draag hier een origineel uit de Eerste Wereldoorlog. Sommige soldaten schilderden een doodshoofd op hun helm. Troepen van de marinebrigade Erhard hadden zelfs hakenkruizen op hun helm geschilderd. Een symbool waar Adolf Hitler later mee aan de haal ging. Maar omdat het Duitse leger aan het einde van de Eerste Wereldoorlog uit elkaar was gevallen, zien we een verscheidenheid aan allerlei uniformstukken. Dus is het ook moeilijk om er enige uniformering in te herkennen. Maar wat wilden die Vrijkorpsen? Nou, hun doel was tweeledig. Allereerst wilden ze Duitsland behoeden voor interne, lees communistische, dreigingen. Dus communistische opstanden in Duitsland moesten de kop in worden gedrukt. Maar dan waren er ook nog externe dreigingen. Ik had het over die nieuw ontstane landen, Polen en Tsjechoslowakije, die gebied van Duitsland opeisten. De Vrijkorpsen wilden ook dat de kop indrukken. De Vrijkorpsen leverden ook een belangrijke bijdrage in hun strijd tegen de Spartakisten, die de zogeheten Spartacus-opstand lanceerden. Begin januari 1919 namen extreem linkse sympathisanten van de Spartacusbond, later de KPD, de Duitse Communistische Partij, persgebouwen van de Sociaaldemocraten in. Dit gebeurde allemaal in Berlijn en de machtsbasis van de Spartakisten was klein.
Toch zag de sociaal-democratische politicus Friedrich Ebert dit als een bedreiging, zeker omdat hij had geleerd van hoe ver een kleine communistische groep het kon schoppen in Rusland, waar de Bolsjewieken, een kleine groep, de macht hadden gegrepen. De Duitse sociaal-democratische regering onder leiding van die Ebert vroeg de vrijkorpsen dus om in te grijpen. Niet zozeer om de nieuwe Duitse Republiek, de Weimar Republiek, te redden, maar eerder om Duitsland te redden van het bolsjewistische gevaar. Want de meeste aanhangers van de vrijkorpsen waren fel anticommunistisch. En dus grepen ze in en versloegen ze de Spartakisten. De leiders van deze opstand, Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht, werden door de vrijkorpsen vermoord. Er waren ook nog andere linkse opstanden die plaatsvonden. In Bremen en Beieren werden Sovjet-republieken uitgeroepen en die werden door de vrijkorpsen met geweld ontbonden. En er was er ook nog een opstand in het Ruhrgebied in 1920. Ook daarbij kwamen de vrijkorpsen aan te pas en versloegen ze het zogeheten Rode Ruhrleger. Maar waarom waren ze zo succesvol? De overwinningen van het Freikorps waren voor een groot deel te danken aan hun onbetwistbare militaire superioriteit over de verschillende rode milities die tegenover hen stonden. Hoewel de Freikorps sterk in de minderheid waren in Berlijn, München en het Ruhrgebied, genoten ze voordelen op het gebied van discipline, hoge motivatie, bekwaam en vastberaden leiderschap en tactische ervaring. Benadrukt moet worden dat de Freikorpsen in actie kwamen voor de Weimarrepubliek, niet omdat ze de Republiek van Weimar zozeer steunden, want de meeste van hen waren monarchistisch en conservatief, maar eerder omdat ze anticommunistisch waren en niet wilden dat Duitsland zou veranderen in een communistisch land. Het klinkt vielleicht sehr roh, aber ich konnte ihnen keine Tränen nachweinen. Es war der gerechte Lohn. Sie wollten Deutschland ins Chaos stürzen. Und ich zog daraus den Schluss, man muss das bekämpfen. Und das habe ich dann getan, so gut ich konnte. Das werd ook des te meer duidelijk toen een rechtse coup-poging plaatsvond door Marinebrigade Erhard. Die staat ook wel bekend als de Kapuche. Volgens de bepalingen van het verdrag van Versailles, dat in 1919 werd ondertekend, moest het Duitse leger worden gereduceerd tot een leger van 100.000 man. Dat betekende dus dat de vrijkorpsen ontbonden moesten worden. Kijk, en daar hadden de mannen van de Marinebrigade Erhard, wat zo'n vrijkorps was, geen zin in, dus rukten ze op naar Berlijn. Ze probeerden aan de macht te komen. Alleen de arbeiders van Berlijn waren loyaal aan de regering. Zij legden hun werk stil, Berlijn kwam plat te liggen en de coup-poging mislukte. De Duitse vrijkorps vochten ook buiten de Duitse grenzen, in Polen. Want de Poolse natie werd na de Eerste Wereldoorlog herboren. In het westen zorgde de opstand van Groot-Polen en de Silesische opstanden tegen Duitse militairen en troepen voor de beveiliging van de westelijke grenzen van de pasgeboren Tweede Poolse Republiek. Uiteindelijk moesten de Duitsers daar ontgelden en kreeg Polen grondgebied van het voormalige Duitse Keizerrijk toegewezen. De Vrijkorpsen vochten zelfs in de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, in de Baltische onafhankelijkheidsoorlogen. Dit zijn ingewikkelde conflicten waarbij veel verschillende partijen betrokken waren. Zo had je de Estse, Letse en Litouwse nationalisten die vochten tegen de communisten. Maar ook de Freikorps waren erbij betrokken. Er waren namelijk veel Duitsers woonachtig in dat gebied. Dat waren de Baltische Duitsers. En die hadden zich verenigd in de Baltische Landeswehr. Die samenwerkte met het Freikorps van de IJzerdivisie. En daar voltrokken zich bloeddorstige taferelen. Zo namen ze de Letse hoofdstad Riga in en werden veel vrouwen het slachtoffer van de bloeddorst van de Freikorpsen. Ook op het Letse platteland vielen veel Letten ten prooi aan het geweld. Na jaren van oorlog waren de mannen van de Freikorpsen getekend en kwam alle haat en frustratie naar buiten. Veel van deze mannen zouden zich later aansluiten bij de Nationaal Socialisten. Wil je meer leren over het einde van de Eerste Wereldoorlog? Klik hier en klik hier voor een overzicht van al het naoorlogse geweld dat na de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer.